Verlaag je cholesterol door deze 8 strategieën te gebruiken in de keuken. Verlaag je cholesterol door deze 8 strategieën te gebruiken in de keuken om cholesterol te verminderen, kan je andere manieren dan frituren gebruiken om te koken. Probeer bijvoorbeeld om te bakken of te grillen. Dat is een goede manier om extra vet te vermijden. Cholesterol is een lipide die je lichaam nodig heeft om op zijn best te functioneren. Het is immers betrokken bij de productie van bepaalde hormonen, verteringsuren en lichamelijke structuren. De lever produceert cholesterol binnen in het lichaam, maar het kan ook opgenomen worden door voedsel te eten dat het bevat. Hoewel het erg belangrijk is voor een goede gezondheid, kan cholesterol een gevaarlijke vijand worden als de balans uit evenwicht raakt. Te hoge cholesterolniveaus kunnen immers het risico verhogen op cardiovasculaire ziektes en lever- en nierproblemen. Het meest zorgwekkende is dat vele mensen zich er niet van bewust zijn dat ze een hoge cholesterol hebben, want zoals ook bij andere aandoeningen zijn er in het begin geen zichtbare tekenen. Artsen raden dus aan om je regelmatig te laten controleren. Volg een evenwichtige dieet met een gecontroleerde hoeveelheid vet en calorieën. We stellen je in dit artikel 6 interessante strategieën voor. Je kan ze in je keuken gebruiken om je inname van cholesterol te verminderen. Vervang margarine. Margarine is een voedingsmiddel dat heel veel cholesterol en verzadigd vet bevat. Als je het regelmatig eet, kan dit bijdragen aan een verstoring van het evenwicht in het lipidenpeil in het bloed. Bovendien kan het cardiovasculaire aandoeningen veroorzaken, zoals arteriosclerose. Om het gebruik van margarine te verminderen of het te vermijden, raden we aan het te vervangen door plantaardige oliën zoals zonnebloemolie, olijfolie, koolzaadolie, safflorolie, avocadoolie. Wil je hierover meer leren? Lees dan ook: wat gebeurt er met je cholesterol als je iedere dag avocado eet? 2. Gebruik geen dressings. De sausjes en de dressings waarmee je je maaltijden smaak geeft, bevatten te veel calorieën en verzadigde vetten. Overmatig gebruik doet de slechte cholesterol stijgen. Na verloop van tijd zal dit een rol spelen in de ontwikkeling van stoornissen in het metabolisme. Daarom is het een goed idee om ze te vervangen door gezondere alternatieven zoals zure roommosterd met een laag vetgehalte, Griekse yoghurt, natuurlijke tomatenpuree, kruiden en specerijen. 3. Gebruik zuivelproducten met een laag vetgehalte. Voeding van dierlijke oorsprong, zoals zuivelproducten, zijn een belangrijke bron van cholesterol. Dit kan mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid cholesterol in het bloed. Melk, yoghurt en kaas hebben een hoog gehalte aan verzadigd vet, wat de gezondheid kan aantasten. Daarom is het aanbevolen om vetarme, afgeronde en vetvrije producten te kiezen om zo de inname van cholesterol onder controle te houden. Vergeet ook niet dat deze producten een belangrijke hoeveelheid calorieën bevatten, ongeacht wat er op de etiketten staat. Gebruik ze dus niet te veel. Gebruik extra virgine olijfolie. Extra virgine olijfolie is een van de gezonde vetten en verdient een plaats in je dagelijkse dieet. Het is een natuurlijke bron van essentiële vetzuren.
Ze houden niet alleen de ophoping van cholesterol in het bloed tegen, maar ze stimuleren effectief de verwijdering van cholesterol. Die houden de beschadiging van de cellen tegen en verminderen het risico op arteriële verharding. Bovendien heeft het een geweldige smaak en gaat het goed samen met allerlei voedingsmiddelen. Verander je kookmethoden. Vele mensen beseffen dit misschien niet, maar jouw manier van koken is heel bepalend voor de hoeveelheid lipiden in je bloed. Zowel de cholesterol als de triglyceriden kunnen stijgen als je je voeding in olie klaarmaakt. Frituren in plaats van grillen of bakken is een gewoonte die vroeg of laat gevolgen zal hebben voor je gezondheid. Ook belangrijk om te onthouden, is dat hoge temperaturen bij het koken de voedingswaarde verlagen of vernietigen. Lees ook dit artikel, 5 voedingsmiddelen die verzadigd vet tegengaan en elimineren 6. Eet meer groenten. Groenten zijn geweldig om de cholesterol te verlagen en helpen je bij andere gerelateerde problemen. Ze bevatten weinig calorieën, maar zijn rijk aan voedingsstoffen die de slagaders reinigen en hun elasticiteit verbeteren. Sommige voedingsdeskundigen stellen voor dat groenten de helft van je bord moeten vullen. Op die manier zal je je sneller verzadigd voelen. Bovendien zal het je lichaam een opmerkelijke hoeveelheid belangrijke voedingsstoffen verschaffen. Je eet groenten het beste rauw als je 100% profijt wilt hebben van hun voedingsstoffen. Zoals je zojuist hebt geleerd, hoef je alleen maar een paar eenvoudige beslissingen te nemen. Houd je cholesterol onder controle door te letten op wat je eet. Probeer dit uit in je keuken en leef gezonder.